Leiden start met een proef met deelfietsen. Vanaf nu zijn er 125 rode Hello Bike fietsen beschikbaar die je met een app kunt huren. De fietsen staan gestald bij Leiden Centraal en in het Bioscience Park. Een ritje kost 1 euro en iedereen mag de fietsen gebruiken. Ja, ik vind het een mooi startpunt van iets nieuws. De deelfiets die in Leiden is gekomen, start op het Bioscience Park om het maar eens gewoon te beproeven. Wat we hiermee proberen te bereiken is dat mensen die met de trein of met de bus aankomen bij Centraal Station en niet op dat park werken waar het soms net te ver lopen is, dat ze met hun telefoon, het gaat heel simpel, naar een fiets gaan en hem even openen. En dan fiets je naar je bedrijf toe. Het enige dat je hoeft te doen is de app te downloaden en dan wijst het zich helemaal vanzelf. Dus je hebt geen sleutje meer nodig, maar wat je doet is gewoon met de app druk je op open de fiets en het slot springt open. En je kunt fietsen. En als je weer je fiets op slot wil zetten, druk je in de app op het slotje. En dan gaat de fiets weer op slot. En het voordeel van deelfietsen, meerdere redenen. Mensen gaan meer fietsen, denk ik. En het tweede is dat Leiden minder last heeft van geparkeerde fietsen. Want we zijn een fietsstad. En als iedereen fietst, is dat top. Daar ben ik echt heel blij mee. Maar we worstelen ook wel eens waar we al die fietsen laten staan. En hoe meer ze fietsen en minder stilstaan, des te beter het is. Maar zolang jij de fiets niet terugbrengt naar een inleverpunt, is de fiets gewoon aan jou gekoppeld. En is de fiets dus ook van jou, dan gebruik je dezelfde fiets. Pas op het moment dat jij hem weer aan een inleverpunt brengt, dan komt de fiets terug in het systeem. Ben jij afgemeld van de fiets, ben je ook niet meer verantwoordelijk voor de fiets. Vanaf dat moment kan iemand anders die fiets dus pakken. Nou, je kan niet zomaar in Leiden fietsen neer gaan zetten. Dus dat is altijd in overleg met de gemeente, want dit zijn natuurlijk plekken die we dan reserveren. Maar in theorie kan dat en dan moeten ze ons maar benaderen. 1 euro per uur is het. En mocht je hem een hele dag willen te gebruiken om toch ook concurrerend te zijn met de OV-fiets, is het 4 euro voor 12 uur. Dat is 10 cent duurder geloof ik dan de OV-fiets, dus vrij concurreren. Maar uiteindelijk is het doel natuurlijk dat we fietsen gaan delen. En dat je dus ook niet de fiets de hele dag gebruikt, maar dat je gewoon een ritje maakt waarvoor jij de fiets nodig hebt. Dat je de fiets terugzet en afmeldt en dat iemand anders hem weer kan gebruiken. Dus jij de fiets vervolgens weer nodig hebt. Dat je opnieuw een fiets reserveert om zo efficiënt mogelijk die fiets te gebruiken. Als wij zien dat de gebruiker de fiets meer dan 4 dagen in zijn bezit heeft, dan denken wij, oh nou, dat is vrij lang. Is dat wel de bedoeling? Dus nemen wij wel even contact op met de gebruiker via de in-app chatfunctie. Dan vragen we even of dat klopt. Als die gebruiker zegt, nou, ik ben op vakantie in Leiden een week en ik wil graag de fiets een week gebruiken, dan is dat helemaal geen probleem. Appje downloaden, Hello Bike. Dan gaat het eigenlijk allemaal vanzelf. En mensen zeggen, ik wil die fiets hebben. Toets je nummertje. Het is, laat het zo zijn, als ik het begrijp, kan iedereen het. Maar onze belangrijkste parkingspot is denk ik toch bij het Centraal Station. Dus bij het Alphensperron aan de noordzijde van Leiden. Daar hebben we een parkingspot en ook aan de andere kant van het station op de Bargelaan. En verder zijn de parkingspots eigenlijk verspreid over het hele Bioscience Park. En we hopen natuurlijk op termijn ook Leiden zelf in te gaan. Wat gebeurt er nou als je onderweg een lekke band krijgt? Nou, geen enkel. Ja, nou wel vervelen natuurlijk. Maar dan kun je altijd contact met ons nemen via de in-app chatfunctie. Wat we dan vragen is of je de fiets achter wil laten op het moment waar je dan bent. Dus het zadel even omdraaien en dan gaan wij de fiets voor je ophalen en de band oppompen. Ja, je moet wel zelf even iets bedenken om je reis te vervolgen natuurlijk.